Wil jij weten wat ik bij Magic Unlimited in Venlo deed? Blijf dan kijken. Hallo, welkom bij Behind the Magic aflevering 13 alweer. En het was een mega drukke week. Ik sta voor het park, die gaat zo dadelijk open. Want het is vandaag Pokémon Go dag. En dat houdt in dat als je de app op je telefoon hebt en je bent een echte trainer, dan mag je voor de helft van het geld naar binnen. We gaan Pokémon zoeken. Er zijn heel veel Pokémon stops. Ik ga jullie er een paar laten zien. Er zijn 3 gyms en ze zetten een lure open vanmiddag. Dus je kan echt heel veel Pokémon scoren vandaag. Ik neem jullie gezellig mee. Verder ben ik deze week ook nog in Venlo geweest. Bij de familie Kazan. Met hun nieuwe voorstelling The Amazing Magic Family. Zij spelen in Venlo deze zomer. Ik mocht stiekem kijken bij de repetities. En ik heb ook nog wat gestreet magics in Scheveningen. Dus ik zou zeggen, we gaan heel snel van start. De park zit vol Pokéstops. We gaan ze allemaal even tellen. Kijken of ik ze allemaal kan vinden. Ze zitten echt overal, zelfs backstage. Goed, ik sta in Venlo in de buurt van de Maaspoort. Hier is de familie Kazan met hun zomershow te zien. De hele zomer. Ik krijg een exclusief kijkje achter de schermen bij hun nieuwe show. The Amazing Magic Family. We gaan heel snel kijken. Ik sta in de Maaspoort. Ik heb een afspraak met onder andere Magic Unlimited en Steven. Hans is onderweg, want vanaf morgen is hier pas de officiële première. Ik ga ze even wat vragen stellen over de voorstelling. En als eerste heb ik dus een afspraak met Magic Unlimited. Eens even kijken waar ze zijn. Niet voor mij. Kazan, The Amazing Magic Family. Goed, ik zit bij Magic Unlimited inmiddels op een mooi plekje. De zon is net even weg, maar dat komt misschien wel zo goed uit, want het is bloedheet vandaag. Ik ga even wat vragen stellen, want ik ben namelijk heel benieuwd. En dan begin ik bij Oscar. Hoe is de voorstelling tot stand gekomen? Hoe is het tot stand gekomen? Nou, we zijn een jaar geleden zijn we benaderd door Theater de Maaspoort om hier de hele zomer te komen spelen. En dat is heel spannend, want meestal zijn de theaters in Nederland dicht in de zomer. En dat is eigenlijk zonde van die mooie gebouwen die in de zomer gesloten zijn. Daarnaast zegt de directeur van de Maaspoort ook van, we hebben als theater zijn een verantwoordelijkheid naar de binnenstad. We moeten het cultuur ondersteunen, zorgen dat er cultuur is in de stad, waardoor je eigenlijk de horecaondernemers, maar ook de winkeliers helpt om leven te brengen aan die stad, dat de mensen allemaal lekker naar het stadscentrum komen. Daarom hebben ze hier gezegd, oké, wij gaan de uitdaging aan. We zijn deze zomer open en we gaan er 1 productie neerzetten die eigenlijk geschikt is voor, ja, natuurlijk voor alle soorten publiek. En toen kwamen ze bij ons uit, bij de Magic Family. Ja, leuk. Nou, superleuk. Nieuwe titel, The Magic Family. Nu echt met z'n allen. Hans is natuurlijk al eens vaker met jullie op tour geweest en Steven, maar het krijgt volgens mij een hele andere vorm hier. Klopt dat? Ja, ja, absoluut. Er zitten nieuwe trucs in. En wat ik ook al toen net ook al zei, van dit zijn de leukste shows ook om voor ons om te doen. Want met de hele familie, er zit van alles in. Er zit comedy in, er zitten grote illusies zitten erin. Kaarttrucs van mijn vader natuurlijk. Van alles. Dus het is voor iedereen is het leuk om deze show te zien. Nou, tof. En dan wil ik eigenlijk voor jou weten, hoe bevalt het nog steeds, zoals enige vrouw, zo tussen al die mannen altijd maar? Ach, het went, hè. Nou ja, 20 jaar inmiddels al. Dus dat is best wel heel erg bijzonder. Dat we al de Spice Girls hebben zien komen, gaan en weer terugkomen. En wij zijn er nog steeds, maar met heel veel plezier. Ja, superleuk. Nieuwe acts?
Kan je er iets over vertellen? Nou, wat heb je? Bijvoorbeeld een act met ringen. Nou, dat is een wat oudere truc die iedereen kent natuurlijk, de act met ring. Maar nu gaan de ringen ook bijvoorbeeld nog vliegen door de lucht heen. En dan gaan ze in en uit elkaar. Je zult het misschien wel kennen, maar dat is een waanzinnig mooi effect. En ik heb hem al een paar keer mogen doen in Frankrijk, maar nu gaan we hem hier in Venlo doen. Bij OK Coral hebben we hem eventjes getry-out. Ja, daar hebben we getry-out. Ja. Nou, die is goed bevonden, ook door de familie. Super. Ja, dat wil ik graag zeggen. Ik vind het echt heel, heel erg knap en heel bijzonder. En echt een act die raakt gewoon. Dat is echt super mooi om te zien. Ja. Nou, dankjewel. Zo, jij mag weer mee naar huis vanavond. Zo, dank. Nou, super. En wat zijn jouw nieuwe insteken? Dit is een voorstelling. Wat ga jij doen? Ja, dit is ook. Nou, even kijken. Ja, we hebben natuurlijk veel nieuwe de acts vernieuwd. Want we wilden ook... soms wordt het gewoon tijd om een act die je al langer doet... om die weer even met kritische ogen naar te kijken. Dus we hebben een aantal acts opgepakt. En die truc technisch verbeterd. Dus niet alleen dan de truc, maar ook de muziek pakken we dan gelijk mee. Dus eigenlijk dat we een paar niveaus, een act gewoon naar een hoger niveau hebben getild. Dus kortom, de Amazing Magic Family is gewoon de familie Kazan, alleen 2.0 gewoon. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, super tof. Bedankt voor het gesprek. Heel veel succes komende zomer. Nou, we zien dadelijk voorbij komen waar jullie allemaal te zien zijn. En welke data. En check it out deze zomer. Hartstikke leuk. Dankjewel. Laat. Tot zover mijn verslag hier vanuit Venlo van de magische familie van Nederland. Wil jij genieten van een leuke magische show? Ga dan zeker kijken tot en met 21 augustus hier in de Maaspoort in Venlo. Zo, hoi. Hoe heet je? Lucas, ik heb iets bijzonders meegenomen, een spelkaart, en ik wil je er iets mee laten zien. Ik heb vier kaarten, dat zijn vier voorspellingen, of drie eigenlijk, 1, 2, 3. Die leg ik hier neer, onder het doosje. Aan jou de vraag om ergens stop te roepen, ergens in het spel, wanneer jij zelf wil. Stop. Hier zo? Dat weet je zeker? Ja. Dan ben je niet hier gestopt, maar hier gestopt. Is dit je kaart? Pak hem aan, bekijk hem, laat hem even een beeld zien. Het is namelijk wat is het? De harte 3. Nu had ik 3 kaarten, dat waren voorspellingen, zei ik.
Ik wil ze je even laten zien, dus de harte 3. Maar die van mij was ook een harte 3, nog een harte 3. En een vierde harte 3. Nou zou je denken, 4 harte 3 in 1 spel, dat kan niet. Nou moet ik ook zeggen, dat klopt. Want de eerste heeft namelijk een zwarte rug. De tweede heeft een gele rug. En de derde, die heeft een witte rug. En jij koos de harte 3 met een blauwe rug. Dat is vrij bijzonder in een spel waar alleen maar rode kaarten zijn. Is het magisch of niet? Ja. Mooi, dan wens ik je een hele fijne avond nog hier in Scheveningen. En we gaan even verder toveren. Tot zover deze aflevering van Behind the Magic vlog nummer 13. Ik hoop dat je het leuk vond en vergeet niet duimpje omhoog en abonneer je op mijn YouTube kanaal mocht je dat nog niet hebben gedaan. Nou, heel veel leuke plannen voor volgende week. Wat dat is ga ik allemaal nog niet vertellen. Eén nadeel, ik heb nog niet één Pokémon gevangen deze aflevering. Dus dat is jammer, maar goed. Volgende keer Pikachu! Volgende keer beter. Ik heb mij ervan bij deze. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Bye bye! Pikachu!